Nederlands kampioen Criterium worden, dat is het grote doel. Maar is dat haalbaar? 17 september verscheen Josse aan de start van de Ronde van Hoevelaken. Hoe ging dit? Nou, niet al te best. Ik baalde er ook echt van. Ik heb heel veel kop gereden en me niet doorgehad dat ik zo dichtbij was. Dus dat is? Ja, is dom. Wat gebeurde er dan? Het weer? Zwaar onvoldoende. Tja. Oeh, de hekken vallen om. Dus Josse is bang. Ik wil gewoon niet vallen. Opstellen voor de start? Voldoende. Eerste ronde goed doorgekomen? Voldoende. Dus ik had ook tegen Josse gezegd, probeer gewoon direct van voren. En dat zit hij. Niet vallen? Voldoende. Come on, Josse. Maar waar ging het dan fout? Hier. Dit is de kopgroep die uiteindelijk zal winnen. Josse zat heel dichtbij, maar gaf op. Spijt me, ik heb het verneukt. Sorry. Het is nog 10 dagen tot 1 oktober en dit moet dus beter. Maar... Eerlijk, je bent best wel een beetje in vorm al, hè? Dus is er licht aan het einde van de tunnel.